12 december 2019 nog steeds. Ik zie dat jullie en voel jullie. Wie is er nu? Mag ik nu eindelijk een naam? Spiegel, moet ik voor de spiegel gaan zitten? Wie gebruikt de spiegels om toegang tot mij te krijgen? Wat is er in mijn spiegel dan? Daar zag ik wel de hele tijd wat bewegen. Maar ik weet niet of dat dan komt dan van dat lichtje van je microfoon. Of dat dat een beetje... Ik heb nou het lichtje van mijn microfoon gedimd. Ja, het lijkt wel iets te bewegen. Maar is dat dan een schaduw van jou wat weer kaas erin kan dat? Nee, die staat, er staat een muur en dan past die spiegel. Nee, dan beweegt er wel wat, ja. Nou ja, die gele gebruikt spiegels, hè? Ja, nou... Denk ik daarin zwaaien. Dus, hi! Ja. Dus, je ziet van alles volgens mij. Ja, ik spreek je door alles zo even. Ja, is goed. Ja, jouw gezicht is smaller. Goed. Ja, je weet hoe die ding eruit ziet, toch? Ja, dat bedoel ik. Daarom zeg ik het ook. Ik heb nou mijn laptop even wat meer op de spiegel gericht met camera. Dus even kijken of ik wat opneem, zeg maar. Ja, maar dit was hem. Echt 100%. Ik vind het zo grappig dat hij zich dan in één keer verstopt. Ik ga dat ding zo komisch. Ja, maar ik vraag me af waarom. Nou ja, ja, daar kom je toch niet achter, denk ik. Het is bijna... Weet je wat daar? Hide and seek. Ja. Ik in mijn hoofd. Ja. Nee, ik zie het. Hij is voor mij een zwarte schema. Het lijkt erbij op dat hij half lang haar heeft. Dat is mijn idee eruit. Maar hij is heel... Ja, klopt. Zijn gezicht dekt hij echt op af, hoor. Klopt. Hij zou zich kunnen laten zien in meerdere vormen, alleen nu, want dat is het hide and seek. Mm-hmm. Het lijkt wel alsof hij er eigenlijk van geniet. Oh, vast. Vast. 13 december 2019. Die zit ernaast me. Thank you.